Femke, je hebt de nieuwe single 7 op 7. Waarover gaat dat nummer? Wel, 7 op 7 is een nummer en dat gaat over stress, werkdruk, faalangst die daarbij komt kijken. Maar ik denk dat het vooral gaat over het loslaten ervan. Ik wil dat het een pauzelied wordt of zo. Een lied waar je echt kunt opzetten als je geen zin meer hebt om te werken, als je geen zin meer hebt om te studeren, om even pauze te nemen. Het is echt een soort pop-rock nummer waar dat je echt op moet springen en moet dansen en alles los moet gooien. En ik hoop dat dat helpt mij even alle stress los te laten. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het hoorde was het 5:30 in de ochtend en ik had meteen zin om mee te zingen en mee te dansen, maar ik heb het toch maar niet Ja, gedaan om de huisvrede te bewaren. wel vroeg. Ja, inderdaad, maar het is inderdaad wel iets heel anders dan jouw vorige single. Ja, zeker. Ik kan niet zeggen dat ik nog op zoek ben of zo naar wat ik precies wil doen, want ik denk dat zowel Nacht als 7 op 7 helemaal in de lijn liggen van wat dat ik ben als artiest en wat dat ik wil doen. Nu, het is een andere stijl, dat is zeker en vast, maar ik heb altijd gezegd, en dat zeg ik tegen mijn producers ook, ik heb altijd gezegd, bij mij is de tekst het belangrijkste en daaruit vertrek ik ook. En uiteraard zou er zonder goede muziek en zonder schoon instrumenten er rond en zo, zou er geen nummer zijn. Maar bij mij is het altijd heel belangrijk om een boodschap mee te geven in mijn tekst en iets te zeggen waar mensen zich in herkennen, wat mensen beter doet voelen bijvoorbeeld. En dat is hetgene wat ik ook heb geprobeerd bij 7 op 7 en wat er bij Nacht ook aanwezig was. Dus dat is zeker een lijn die je wel kunt doortrekken, denk ik. Ja, 7 op 7 gaat onder andere over faalangst, over stress. Heb jij zelf veel last van stress? Ik heb heel veel last van stress, zeker. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb wat dikke oogjes. Ik heb niet heel veel geslapen deze nacht. Ik heb altijd heel veel stress en faalangst gehad op school. Ik heb zeker niet te klagen gehad, want ik ben best altijd goed geweest op school. Maar dat wil niet zeggen dat je daar geen stress hebt gehad of faalangst voor toetsen en examens en zo. Dat is echt mij. De ochtend van een examen kon ik echt nooit heel veel eten en zo. Of slapen de avond ervoor. Dat zijn dingen die wel heel veel voorkomen. Maar nu op dit moment, ja, ik ben heel veel aan het combineren in mijn leven. En ik ben dingen aan het opbouwen en zo. En ik denk dat in iets opbouwen is er heel veel werk dat daarin moet gestoken worden. Dat weet jij ook waarschijnlijk. En dat brengt stress met zich mee, hè. En ik heb geen manager en geen label en dat is een keuze. Maar dat is ook wel heftig en zwaar. En ik weet niet of ik dan nog heel veel singles ga volhouden of zo, al die promo en alles op mezelf doen. Want dat is wel heel pittig en daar komt natuurlijk wel stress en ja, faalangst ook bij kijken. Ja, maar het voordeel van geen manager hebben is natuurlijk dat je alles zelf bepaalt. Je moet het natuurlijk ook voor een groot deel zelf doen, maar ja, je hebt geen slavendrijver boven jou, om het zo maar te zeggen. Nee, voilà. Ik vind dat ook wel fijn hoor. Ik heb sowieso heel veel steun van bijvoorbeeld mijn zussen als die eens een tekst willen nalezen of zo. Ik bedoel, dan schrijf ik een heel tekstbericht en dan mijn oudste zus is schrijfster, dus die leest dat dan na en die zegt, ja, die zin kunnen we zo schoner formuleren en dan komt dat tot iets. Dus ik heb zeker hulp rondom mij. Maar ik denk dat dat ook wel een mooie vrijheid is op dit moment. En ik heb heel veel zin om nog muziek uit te brengen. En ik denk dat sowieso ja, het beheren van sociale media, op TikTok filmpjes zetten en op Instagram posts doen en zo, dat is ook een heel groot deel van het werk. En dat ga ik altijd zelf moeten blijven doen. Dus ja, ik heb heel graag alles wel een beetje in handen. Ik vind dat wel een aangenaam gevoel of zo. Ik heb graag de controle. Femke, je hebt net gezegd, ik ga dat nog altijd zelf moeten blijven doen. Ja. Maar je moet het niet, hè? Nee, klopt. Ja, je moet niet per se posten en filmpjes maken en weet ik veel wat. Maar er is toch ergens. Ik heb wel gemerkt dat als je niet meteen de. Ik heb de steun van Radio 2 en dat is heel fijn. Daar was ik ook vanmorgen. Ik heb nog niks gehoord van andere radiostations, maar ik denk dat het naast radio's tegenwoordig is sociale media gewoon een heel groot medium om mensen te bereiken. En als ik graag op een dag wil gaan optreden, dan heb ik mensen nodig die me kennen en anders staat daar niemand. Hè. Dus ik voel wel ergens dat het moet of zo. Ik voel wel ergens die verplichting, die is er wel, onderhuids zeker. Denk je dat de druk bij jou hoger ligt omdat jij al van kinds af aan op het podium staat? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet per se, omdat ik denk dat er ook een hele hoge druk kan zijn bij mensen die net nog nooit op een podium hebben gestaan. Ik bedoel, ik heb in elk geval al de ervaring en ik heb al honderden keren opgetreden en
En daar voel ik me net wel zelfzeker over. Dus ik ben wel, kijk daar net heel hard naar uit en zo, om op een podium te staan. Maar ik denk wel dat een druk heel hoog ligt, omdat ik, of dat ik mezelf een hoge lat opleg, omdat ik wel als kind, of ik heb al best veel gedaan, ik ben ook heel trots op wat ik allemaal al heb gedaan. En dan, ja, mensen willen altijd een beetje meer, hè, dus ik leg de lat voor mezelf altijd hoger, waardoor ik zelf meer stress krijg en ook, ja, mezelf meer pushen om nog meer te doen en nog meer te combineren. En ik denk, doordat ik dus al van mijn 11 jaar op een podium sta, dat ik nog meer heb gevoeld van alright, dit is wat ik wil doen en dat is de enige optie. Dus voilà, ja.